Het is zover, jongens. 1 juli. Walibi Holland Untamed. Het is geopend. En kijk eens waar we zijn. Bij Untamed. Ja, op het moment dat dit wordt uitgezonden is net eigenlijk de grote openingsceremonie geweest. En is Untamed officieel geopend. En hoe gaaf is dit? Wij mogen een week voor aanvang van de opening hier aanwezig zijn in het park. Om te vieren dat de eerste bemande testritten aan de gang zijn. Scott is er ook, daar gaan we alles vragen over wat hij ervan vond. Hij heeft hem al gedaan. En ik ben zo ontzettend benieuwd hoe de baan erbij ligt. De eerste mensen zijn al door de baan gegaan. We gaan even wat reacties peilen. We gaan het gewoon horen. En we staan op dit moment naast Scott Bravenboer. Scott, bekend natuurlijk van de making-of, maar je doet nog veel meer. Kan je heel even kort vertellen, wat is nou precies je functie hier in Walibi Holland? Ja, ik ben een beetje buiten adem nog. Ja, je hebt net de eerste rit gedaan. Nee, ik ben dus inderdaad, ik ben de presentator van de making-of Untamed op YouTube, Walibi Holland Official. En ik werk hier al 17 jaar. En ik ben gewoon een enorme achtbaan-nerd ook. Dus ik vind het fantastisch om hier nu te staan, dat hij eindelijk klaar is. Maar dan kijk, hallo. Op het moment dat mensen het zien, is die open. Jij hebt hem dus al iets eerder gedaan. Kan je me dat gevoel... Oh, jij komt er eigenlijk net uit. Dus vertel, ja. We willen eigenlijk gewoon weten, vertel. Ja, ik wist dus sinds januari dat we dit gingen doen. En eigenlijk vanaf dat moment ben ik... Het is zo'n woord om te zeggen, zo hyped ben ik. Maar het is wel gewoon echt waar. Ik kan niet wachten om erin te zitten. En dan nu eindelijk is dat moment daar. Die beugel dicht trekken. Dat je denkt van, oh ja, zo zit het. En zo voelt het. Dan gaat die rij uit dat station. Dan ga je langzaam door die Outward Bank Corner. Dat was je moment, zenuwachtig? Zenuwachtig niet. Maar ik was wel echt een soort van hysterisch de hele dag. En wat is je favoriete element? Want heb je hem op alle plaatsen gedaan eigenlijk? Ik heb met 2 rondjes mocht ik. Voorin gezeten en een keer achterin gezeten. God, je hebt je favoriete element. Er zijn er meerdere, maar wat ik denk ik tot nu toe het leukste vind, dat is de uphill barrel roll helemaal op het eind. Nou, die is toevallig gelijk hierachter. Het voelt echt alsof je aan je benen vastgepakt bent en zo in de ronde gezwiept wordt. Het is echt te gek. De eigenaar van RMC zei, there is never a dull moment in this ride. Klopt dat? Dat is eerlijk. Maar echt nergens. Ja, dat stuk dat je stilstaat in het station. Ook als ik je naambadge weghaal en je bent even fan. Nee, echt serieus. Ja? Er zit echt geen stuk. Je bent echt, als je hier die rem inkomt, je bent echt buiten adem. Kun je hem vergelijken met een achtbaan die je al eerder hebt gedaan? Als je hem vergelijkt met de achtbaan in het park? Nee. Geen één. Nee, je kan hem ook niet vergelijken met Goliath, want dat is absoluut anders. En wat maakt het zo anders? Goliath zijn de elementen bijvoorbeeld heel erg uitgestrekt. En dan ga je wel lekker over die airtime heuvel heen. En je gaat door die stengeldive heen, door die helix. En hier is het echt flats, 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 bam, bam, bam. Alles achter elkaar. Dat je echt, wat ik zeg, je bent echt gewoon buiten adem. Maar we staan nu bij de remmen. Ja. Dit stuk. Wat was jouw reactie toen je hier naar binnen reed? Dit moet je even mijn bril vasthouden. Mijn reactie was dit. Dat was mijn eerste reactie, zeg maar. Untamed is natuurlijk gebouwd op de funderingen van Robinhood, de oude Vekoma Woody. Kan je mij vertellen hoeveel procent van de baan nog van Robinhood is en wat er precies nog zichtbaar is van de Robinhood? Ja, nou, het is ongeveer 40% van Robinhood wat nog staat. Je kan, wat ik in de vorige vlog heb tijdens de bouwelijke reactie, het verschil in de kleur van het hout, dat grauwige, dat is wat er al stond. Dat bruin-oranje-achtige, dat is zeg maar echt bijgebouwd. Ja. Nou, en dat geldt zo eigenlijk voor alles wat je ziet in de baan. Wat wel leuk is, bijvoorbeeld de transfer track die je ziet, voor de niet-achtbaan-nerds, transfer track is het stuk baan wat kan schuiven waardoor je trein op of van de baan kan halen. Dat is gewoon nog het bestaande ding van Robinhood. Oh wauw, dus daar heeft RMC echt nog mee moeten nemen in de ontwerp. Ja, je kan het hier ook goed zien. Hè. Dit is precies waar de track aansluit op die transfer track. Je ziet gewoon ook toch dat de oude ledger is, zeg maar, van Robinhood. Is de baan heel vaak in het proces nog aangepast op verzoek van Walibi? Voordat die definitief gemaakt werd, ja. Dat is, hij is een aantal keren tussen RMC, Masha en Wiebe heen en weer gegaan. Ja. Het maximale is er echt uitgehaald. Er zijn wat elementen ook meegenomen van de Robinhood dus in de wachtrij. Kun je me precies vertellen wat? Ja, nou, je ziet hier bijvoorbeeld achter jou, daar staan stukken baandeel van Robinhood. Waar ze precies in de track hoorden, daar heb ik echt geen idee van. Volgens mij overal en nergens. En we hebben daar gewoon nog een heel stuk staan. Dat weet ik wel waar het vandaan komt. Waar nu het eerste stuk van de double up zit, zeg maar. Dat was dat stuk track. Dus nadat je uit die hoge bocht kwam, ging je naar beneden, zat 1 airtime heuvel. Dat is die heuvel. Ja. En daarbovenop daar staat nog een trein van Robinhood. Die hebben we volgeplant met Wilderness Groen. Want het hele themagebied Wilderness, is het nu af? Het is in zoverre af dat het echt moet gaan groeien en dat het nog beter gaat worden. Maar het is bijna helemaal af. Want de baan is op dit moment open, op het moment dat je dit ziet. Gaan er nog dingen veranderen? Denk ik niet. Niet heel veel meer. Ik heb toevallig net, als je de making-of hebt gezien, met die mannen van Actemium gepraat. Ja. Gevraagd van, gaan er nog dingen veranderen in hoe snel gaan de boosters draaien, hoe snel gaat de lift. Dat staat inmiddels allemaal vast en dat is...
ja, dat is hoe die is en hoe die blijft. Jij bent ook verantwoordelijk voor het AV-design. Jij doet heel veel ook voor Halloween. Je hebt het net niet gezegd, maar vertel heel even wat je precies voor Halloween doet. Want dat doe je ook een klein beetje hier voor Untamed, volgens mij. Nee, met Halloween doe ik samen met Nightlife Productions, die al onze technische dingen doen. Mag ik samen met hun de gekste dingen bedenken om het allemaal aan te sturen. Bijvoorbeeld in spookhuizen, daar hebben acteurs die hebben knoppen. Zodra ze erop drukken, dan verandert het licht, verandert het geluid, gaat er een effect af. Dat soort dingen, dat doen we ook bij andere trappen. Bijvoorbeeld de wachtrij van de Express, hetzelfde verhaal. Hier ook. Er hangt ook een soort walkthrough voor / spookhuis. Ja. Maar hier nu bijvoorbeeld ook een heel, heel simpel voorbeeld. Je kan het hier zien. Het ziet er achter de schermen natuurlijk altijd wat truttiger uit. Maar er hangt een knop aan dat hek. Ja, dat en zodra klopt. Je op die knop drukt, dan hoor je het dispatchgeluid van Untamed. Nou, je drukt op die knop, dan gaat een kabel naar een koffertje toe. In dat koffertje zit ingeprogrammeerd wat er moet gebeuren. Dus zodra je erop drukt, dan hoor je een dispatchgeluid uit de speaker. Hoe dat werkt in het station zelf, er zitten sensoren in een achtbaan. Ja. Hè? Die achtbaan weet precies waar welke trein is. Maar die sensoren, die stuurt dus naar de achtbaan van oké, alles is veilig kan rijden. Maar je kan met dat signaal kan je alles doen wat je wil. Mm-hmm. Dus je kan dat doorlinken, bijvoorbeeld naar zo'n koffertje wat daar ligt. Dus als de trein bijvoorbeeld de remmen ingaat en hij tikt daar een sensor aan, weet dat koffertje, hey, de trein is daar, ik moet een soundtrack instellen. En wat voor soundtrack zit er in Untamed? Drie stuks eigenlijk. Je hoort constant een background van heerlijk rustgevende vogels en insecten die ook in het station? Vliegen. In het station hoor je dat. En op het moment dat de trein wegrijdt, dus dat je op de dispatchknop drukt, dan hoor je een keihard trommelgeluid, wat je dus hoort zodra je op die knop van de trein drukt. Dan is er nog een sound dat is dat matcht met dat dispatchgeluid op het moment dat de trein vanuit de rem het station in komt rijden. Ja. Een beetje vergelijkbaar wat ook in Fantasyland met Black Mamba. Qua aansturing is dat zeker. En ook qua geluid en qua vibe. En... Ja, alleen klinkt dit absoluut niet Afrikaans en is natuurlijk net even want anders. Wie bedenkt die geluidjes? En hoe maak je dat? Hoe werkt dat? We hebben verschillende manieren. We werken heel veel met een hele grote database met allemaal geluid en sound erin. En je koopt dan licenties om het te mogen gebruiken. En dat doen we hier. Dus daar valt van alles in te vinden. Zo. Thema muziek. We moeten het hebben. Dadelijk in de rij. Wat hoor je? Je hoort hetzelfde wat je eigenlijk al vanaf het begin van het seizoen in Wilderness hoort. Dus als je heel goed luistert. Het is... Lekker chill, het is toch een beetje festivalachtig. Er zit een beat in, soms is de beat weg en dan is het gewoon helemaal lekker rustig. Dat ga je hier in de wachtrij ook horen. Voordeel wel is dat misschien hebben we hem om de hoek wel zien hangen en daar bovenop en in de wachtrij zelf te staan echt goede speakers. Een JBL systeem met lekker veel laag, veel diep geluid erin. Dus dat gaat te gek klinken. Op de lift zitten speakers waar je diezelfde soundtrack ook weer hoort. En in de remmen daar hangen ook speakers, maar die gebruiken we alleen voor de omroep van het park. Maar je moet een beetje die festival vibe krijgen. Dat doen we door middel van de soorten stijle muziek die we kiezen. Hoe dingen eruit zien. Hoe we met onze gasten omgaan. Het is allemaal wat opener dan. Het is allemaal niet zo statig. Het is allemaal gewoon lekker laid back, vind ik een mooi woord daarvoor. En dat is denk ik festivalization. Wat zit je nou te doen? Oh, toilet! Nee, het is de testseat. Oh, en hij wordt groen, zie ik. Nou, dus ik mag jij van mazzel. Oh, dit zit wel lekker, zeg. Valt mee toch met die schemerschermen, noem ik het maar. Ja, maar ja, het zit wel krap, maar het is... Het voordeel is dat je vanaf 1,20 meter er nu in mag. Ja, en je kan je nergens aan vasthouden. Is dat je al opgevallen? Shit. Ja, dat is leuk. Nou, doe maar weer dicht. Ik zit hier tot 1 juli. Oh, jij je broek aan? Ja, doei! We staan hier op dit moment naast Wiebe Damstra. Wiebe, jij bent projectmanager van Untamed. We hebben dat in de making-offs allemaal kunnen zien. Jij hebt hem zojuist voor de eerste keer gedaan. Wat vond je ervan? Was het zoals je dacht dat hij zou zijn? Zeker weten. Ja? Ja, het was een fantastische baan. En wat is je favoriete element? Kan ik zo niet kiezen. Het is allemaal gewoon. Het is een en al actie, de hele baan. Tot het einde aan toe. Ja. Je bent er nu 1,5 jaar mee bezig geweest, hoorde ik ongeveer. Dat klopt. Hoe opgelucht ben je nu? Nu je net het eerste rondje hebt gemaakt. Ja, helemaal blij. Ja? Ja, zeker. Fantastisch. En zit het er nu op voor jou? Of wanneer is het project nu echt een thema voor jou afgesloten? De komende maand zijn we nog bezig met allemaal punchless items. Opleveringen en dat soort dingen. Ik denk nog een maand en dan is het voor mij opgeleverd.
Wauw, jullie komen net binnen van het eerste rondje. Wow, ja, eerste mening. Ja, mening. Was echt vet, hè, Robin. Ja. Dat ja. Was echt een mooie baan. Heel gaaf. Ja, hoe rankt hij met andere achtbanen in dit park? Ja, nee, dit is echt wel een verbetering. Ja, dat is ja? Echt wel vet. Goliath of Untamed? Deze. Ja, Untamed? Ja, ja. Favoriete ja. Element? Wat zei je? Hoe? Favoriete element? Die ene, die laatste. Dat zo, De uphill barrel roll. Ja, 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 ja. Ik vind die eerste het leukst, met die dubbele draai. De 270 degree cornerstall. Ja, dat zou best kunnen. Ja, nee, ik vraag het even aan Scott. Dus, thumbs up. Ja. Zeker, 100. Ah, maar zeker. Top, man. Kijk eens aan, jullie komen ook net van het eerste rondje Untamed. Jullie mogen dadelijk het tweede rondje doen. Mag ik jullie mening? Eerste mening. Untamed. Ja, ongetemd. Ja, heel vet. Ja? Ja. Haar gebruikt het meer. Ja, goed, nee, maar hij is echt veel vet. Ja, ja, het is vandaag de opnames van de reclame, dus ook personeel mag er nu in. Jij bent net hier voor de eerste keer geweest. Ja, en? Ja, het is het beste die ik ooit heb gehad. De beste achtbaan ooit? Oh, ja, dat is wel een mening. Geen enkele twijfel. En geen enkele twijfel. Dat is best een flinke mening. Ja. Favoriete element? De drop. De drop, ja. En dan backseat neem ik aan, of? Ja. Ja, toch wel backseat? Vlieg je erachteraan, absoluut. Oh, ja, want ik hoor heel veel mensen zeggen, het is echt een backseatbaan. Absoluut, ja, zeker achterin word je lekker meegetrokken. Ja? Hij gaat echt heel hard. En jij mag hem in de operations ook doen. Is het een lastige achtbaan om in de operations? Het is zeer verschillend dan wij hiervoor gewend zijn. Dus het is wel even wennen, maar ja, moeilijk. Ja, je moet een wegwijzing worden. Nou, heel goed. Dus ik zou zeggen, thumbs up ook voor Untamed. Zeker weten. Dan gaan jullie nog een rondje doen. Absoluut. Erin, ja. Ga erin. Oh my god, deze was zo gaaf. Ja? Ik heb echt een nieuwe favoriet nu. Echt? Ja. Is Untamed, ja. Is jouw favoriet beter dan Goliath? Beter dan Goliath. Echt? Ja. Oh wow, en wat is je favoriete element? Favoriete element, de uphill barrel roll. Oh, op het laatste? Op het allerlaatste. Voorin, achterin? Achterin. Achterin? Ja. Dus thumbs up? Zeker. Oh wow, ik kan nu echt niet wachten. Oké, ik kan me nu helemaal voorstellen dat jullie helemaal niet meer kunnen wachten hier om naar Untamed te gaan. We hebben de testrondjes gezien, we hebben alles, wat interviewtjes afgenomen. Het is echt ontzettend uniek wat hier gaat openen in Walibi Holland. Nou, op het moment dat jullie dit zien, is Untamed open. Dus bezoek Walibi Holland zo snel mogelijk. Volgens mij wil je dit niet missen. Uiteraard ben ik erbij op de openingsdag, dus daar komt weer een nieuwe vlog van. Maar voor nu, check even de rest van mijn YouTube kanaal. Abonneer je op mijn kanaal, doe een duimpje omhoog en maak er gewoon wat leuks van. Hoi hoi!